Mag ik de Peking Eend en één keer de Koerloop? Ik begon al, maar het is nog eerst dit. Er liep een lammetje los maandag langs de A27. Rijkswaterstaat liet het om het schaapje te kunnen redden de snelweg in beide richtingen blokkeren. Dat schaapje was verloren, dat schaapje dat had pech. Maar door de politie was dat schaapje mooi snel weg. Je zou kunnen stellen, wel zo zacht gezegd, had dat schaapje heel die snelweg in één keer lam gelegd. De week is om, het werk is weer gedaan. Snap je hem van maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. Zoals die drukte op de snelweg, ook weer snel van de baan. De week is om, het weekend komt eraan. Hans Kazan gaat voor het Max Ouderenjournaal goocheltrucs laten zien die hij daarna ook nog uitlegt, zodat iedereen zelf kan goochelen, zegt hij. Ik dacht eerst, wat doet Omroep Max al die oudjes aan? Maar het blijkt hier om een ander soort babbeldruk te gaan. Je denkt toch, dat is mooi, Hans doet hier helemaal niks verkeerd. Maar door veel illusionisten is ontgoocheld gereageerd. Ja, heel de magie weg natuurlijk. Is alles meteen. De week is om, het werk is weer gedaan. Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. Simsalabim, al je geraniums naar de maan. De week is om, het weekend komt eraan. Ja, het staat nergens op, maar het rijmde, dus ik dacht... Het is weekend! De week is om, het weekend komt eraan. 6 over 7. Ceremoniemeester Mark. Ja. Het weekend. Ja. Wat denken we ervan? Oh, wacht. Nou, daar is hij al. Is hij al? Ja, daar is hij al. Er zijn tientallen verhalen over hoe die twee bandleden van 21 Pilots elkaar hebben ontmoet. Maar dat komt door die gasten zelf. Want verzinnen namelijk bij interviews iedere keer een ander verhaal als er naar gevraagd wordt hoe ze elkaar hebben ontmoet. Zeggen ze gewoon wat anders. Jumpsuit. Nu volgt een programma in de zendtijd voor ludieke partijen. Van de radio hier tegenover mij. Ceremoniemeester Mark. Ja, hallo. En daarnaast. Pieter de Bode. Goedenavond. Het is tot 10 uur hier. De telefoonlijn staat open. Doe mee, want laat je horen. Dat is wat we bij 3FM altijd roepen. 0909136 of stuur een appje via de app van 3FM. Dan kom je in het Bel me wel register. Kom maar daar. Hé, ik heb er zin in. Ik ook. Zeker. Veel mensen weten niet hoe wij elkaar hebben ontmoet. Nee. Over gekke verhalen gesproken. Nee, zeker. Ga je dat echt nu vertellen? Ik kwam Mark dus tegen tijdens het bungeejumpen. Ja, dat is heel raar. Ik had dat toen nog bijna niet overleefd. Ja, nee, precies. Ja. Maar mensen weten ook vaak niet hoe wij Pieter hebben ontmoet. Ja, dat klopt. Ja. 2000 jaar geleden, hè? Op de dag af, hè? Hing op de dag af. Ja. Jezus, man. Goed vanaf gekomen. Ja. Ik zie wel eens daar tekeningen van en denk, oeh. Hij zit er best lekker bij. Jongens, je luistert naar de radio. Het is best wel een aparte. Vrijdag tot een uur of 10. Of ga je het online pas? Olepa. Maar 3FM staat op zijn kop. Rob heeft weer te veel koffie op. Ja, wat een onzin, wat een meuk. Gelukkig zijn de babbelen. Oh, zet hem uit, nu het toch kan. Hij maakt er weer een rotzooi van. Robbie. Op 3FM. Robbie. Van de Radio Partij. Voor de vrijdag. Young Wilder Free. Nou, dat zou je kunnen zeggen. En dat free, ja. Daar zou je van kunnen zeggen wat je wil op dit moment. 3FM. Partij voor de vrijdag. En een goede avond. Rob van de Radio. Wij hebben een paastraditie. Tenminste, ik in mijn programma.
En of dat dan Partij voor de Vrijdag is of Radio op een broodje in het weekend. Ik wil met Pasen altijd een ei verstoppen in het land. En dan moet je die zoeken. En als je die vindt, dan win je een verrassing. Dus een verrassings-ei. Vorig jaar... Een soort surprise-ei eigenlijk. Ja, vorig jaar won iemand op zaterdagmiddag een jaar lang gratis eieren. Echt? Ja. En wanneer is dat jaar dan afgelopen trouwens? Met Pasen weer, hè? Oh, dus nu morgen. Ja. Die krijgt nu een telefoontje met... jammer, man. De eieren zijn afgezegd. Ik herhaal, de eieren. ik dacht, misschien is het leuk om dan... maar nu kan het dus niet. Dat wil ik zeggen, nu kan het niet. Want ik wil niet onnodig mensen de weg op hebben of uit huis. Of oh, nee, iedereen tuurlijk moet thuis zitten. Ja. Maar dat deden ook altijd heel veel mensen. Dus dat, en dat kan niet, nee. Jij hebt ook nog een keer s'nachts iets verstopt bij een homo ontmoetingsplek. Ja. Zonder dat Mark het wist. Nee. Het was, er iemand aan de lijn die zei... Oh, ik zie nog wel andere mensen in de bosjes. Ze zijn ook aan het zoeken. Is niet gelogen. En toen dachten wij, nee, dat is niet zo, volgens mij. Ik heb die plekken toch niet op een avies. Ik denk, jawel, hier. Ja, is wel, het is wel iets met eieren, maar... En iets met een holletje. Ja, precies. Maar het is toch niet de paashaas. Maar op de paden. Ja. En, ik dacht, laten we dan een ei verstoppen. Ik heb het jullie nog niet... Dit is een redactievergadering op de radio. Maar laten we een ei verstoppen in dit programma. Yes. Zo benieuwd wat er dan gebeurt tijdens zo'n redactievergadering. Als wij nu gewoon alles zeggen... Nee, dat is echt een slecht idee. Ja, dan gaat het alsnog wel. Ja, dat maar hoe kun je nou een programma... Daarom vraag ik het ook niet. Daarom zeg ik, laten we. Ja, nee, ja. Zeker. Maar het is ook nog een goed idee. Dus laten we dat doen. En dan moet je dus ergens iets horen. Ergens een klein flipje. Mm-hmm. En als je dat dan hoort en je bent dan moet je appen naar de app van 3FM, net als bij het ticketalarm. En dan bellen wij je terug, kiezen we iemand. Maar gewoon een belletje of wat? Een toeter? Nee, ik had daar wel ook iets voorbereid. Oké. Nogmaals, dit is een voorbeeld. Ja. Dit is een voorbeeld. Ik dacht, misschien is het wel geinig als je dan dit hoort. Doe het nog eens. Maar zo'n voorbeeld. Het is nog steeds een voorbeeld. Dit is echt lekker. Nog één. Mag nog één keer? Preview. Dus als je die ergens deze uitzending hoort, dan moet je appen via de app van 3FM. En dan win je... Dat weet ik nog niet. Wat win je dan? Een 3FM paaspakket. Dat is altijd goed. Het is gewoon stickers en posters. Ja. Ja, maar als je dat dan leuk vindt, dan doe ik er een paasei bij. Ja, maar dan moeten we de poster even aanpassen in Paasei voor de Vrijdag, vind ik. Ah, ik had schuifdicht. Maar dan moet er nog wel iets bij. Een paasprijs. Een paas. Dus een paas. En maak er een echt paaspakket van. Maak er een paaspakket van. Met drie beetje eieren. Weet je, jus de rans. Dat zit altijd in een paaspakket. Ja, maar je moet ook nog met de post. En ook als Mark het verstuurd komt over 6 weken. Dus dat zou ik niet doen. Dus hoor je, dan verzinnen we wel iets. Ja, dat een komt leuke goed. Een leuke prijs. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Vrijdagavond, iets na 7. Hoi, dat paas zei, app de studio. De dag gaat rond weer van de rem. Dames en heren, we zijn begonnen. We zijn begonnen. Laat je lekker linken. Prettig weekend op 3FM. Ja. Prettig weekend op 3FM. Iedereen een prettig weekend sowieso. Prettig weekend op 3FM. Als je er nog prettiger weekend wil, laat je dan even horen zometeen via de openlijn 0909-1336. Of stuur nu een appje via de app van 3FM. Dan kunnen we zo met elkaar even spreken. Daar, wat doe je? 3FM. Laat je horen. Typhoon. Alles is perfect. Misschien komt alles goed. En alles heeft de reden. Al weet ik vaak niet hoe. Oh, 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 oh. Glass Animals. I can feel your love. Your temporary touch. It's a hit and run. I can feel your love. En vanaf maandag, 3FM, Serious Request. Never walk alone. Vraag nu je plaat aan. Via 3fm.nl/plaat. When you walk through a storm. Grappig, ik ken deze plaat helemaal niet met de telefoon. Oh, telefoon gaat. Hallo met de radio.
Hallo, met Stef. Hey Stef, ik zit nog niet eens in het liedje. Ja, ja, sorry, sorry. Wacht even dan. Ik bel ook vanuit een ander land, dus misschien is dat de reden. Nou, dat maakt niet uit. Ik blijf hangen. Bicep, Crew hoor je op de radio. En daarvoor prachtig mooi, Marcus Manfort. Themalied, Serious Request begint maandag. You Never Walk Alone. 0909-1336-1336. 0909-1336. De opneemgarantie staat aan. Kom op en bel gewoon naar dat nummer. Kom maar door. 0909-1336. Ik gevoel dat de galm het niet doet. Oh, jawel. Ik dacht dat hele... Nee, ja, dat dacht ik net. Hallo? Of is dat minder hard of zo? Ha, hey. Ha, hey. One, two. One, hij doet het. Het is alsof op een festival. Ja. Ha, hey. Waarom testen mensen die op een festival de lijn testen altijd met... Ha, hey. Ha, hey. Ik heb dat werk ook gedaan. Wil je het echt weten of wil je er een grapje over maken? En ik wil ook dat je er daarna grapje hebt. En ik wil dat je een dansje doet. Oké, okay, nou, dat doe ik alles hoor. Maar nee, het is eigenlijk vrij eenvoudig. Je bent aan het testen of het geluid rondzinkt. Dat geluid ken je wel, dat is een ontzettend vervelend geluid. Dat vindt plaats op verschillende frequenties. Mm-hmm. Als je een heel goede technicus bent, dan kun je met je oren horen waar die frequentie ongeveer zit. En als je bijvoorbeeld, want je hoort ook altijd tss, tss, hey, 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 hey. 1, 2, 2, 1, 2. Ja, dan denk ik altijd, waarom doen ze niet gewoon... 3! Ik heb gisteren een boterham met kaas gegeten. Oké, okay, doet het. Lekker, je weet toch wat je hoort of je doet, toch? Ja, maar je bent dus op die manier, als je oren een beetje getraind zijn... kun je met die klanken goed horen of hij bijna rondzingt. En als je dat weet, dan kun je die frequenties een klein beetje terughalen. Dat is en vaak rondzingen het idee. Is als je... Dat dit geluid, piept, hoort. Ja. Hoort zichzelf. En dat wil je niet. Nee. Helemaal niet de artiest die op het podium staat. Die wordt helemaal gek. Bij sommige artiesten denk ik... Nou, ja. Zal laat, ook, laat maar even rondzingen. Zo zijn de Lumineers ook begonnen, hè? Die waren eerst allemaal geluidstechnici. Ho. Hé. Hey. Ho. Hé. Hey. Ho. Hé. Hey. En toen dacht iemand, dit moeten we opnemen. Dit moeten we... Pak een microfoon. Of trouwens, hou die microfoon vast die je in je hand hebt. En zet op record. Ik ben hem aan het zoeken, hoor. Ja, dacht ik al. Ja, maar wat... Al. Dus sta je in die tent? Nou, we hebben het toch, jongens? Hoeft ook niet met gitaar. Dit is gewoon een soundcheck. Doe even... Nee, we hebben het. Oh, hé. Hey. Ah. Nee. Ja. Niet zingen. Nou goed. Of zeker grappig als je het zo doet. Dat je zo in die tent, dat hij af en toe... Gast, kun je gewoon even... Niet met je gitaar willekeurig. Zo kun je niet... Doe gewoon... Dit is toch voor niemand... De tent is gewoon open. Mensen lopen hier buiten. Goed. Tot volgende week. Telefoonlijn staat open. Ik ben Rob. Wie ben jij? Goedenavond. Goedenavond. Stef nog steeds. Ja, inderdaad. Waar wil je het over hebben, Stef? Zeg maar. Nou, ik zit thuis opgesloten in België. Dus ik kan niet naar mijn familie op dit moment. Twee vragen. Woon jij in België? Ik woon in België. Oké. Okay. Anders was het natuurlijk ook gek geweest dat je zegt, ik zit thuis opgesloten. In België. Ja. Of, ja, of je zat thuis en ze hebben jou met huis en al in België gezet. Dat zou kunnen als ik een keer ben had natuurlijk. Maar ja, er zit een gat in, dus dat gaat niet. Hey, ja, precies. Jij zit op dit moment in België te luisteren. Ja, ja, en ik luister wel vaker de podcast. Op Spotify. Partij voor de Vrijdag, de podcast. Ja, leuk toch? Ja, ja, geweldig. En bescheiden. Vooral de en voorbeschouwing is altijd heel leuk. Het voordeel en het nadeel. Uitgebreid. Iedere maandag online. Je zit er nu zelf ook in. Dus wat wil je zeggen tegen jezelf? Zet hem op. Je kunt nog even doorgaan thuis met werken. Blijf in uw kot. Sorry? Blijf in uw kot. Oh, kot. Dat is hier de slogan. K-O-T. Ja. Sorry, ik verstond... nou, ik vond het al een vies verhaal worden. Stef. Ja. Nee, kot. Ik verstond kots. Oh, kots. Niet kut. Ik zie jou denken, oh, je bedoelt kut. Nee. Ja, maar dat bedoelde je wel. Nee. Grapjes met niveau. Grapjes met niveau. Met niveau.
Stef, ik wens je een fijn weekend. Prettig weekend. La la la. Laag. Heel erg laag niveau. Jezus, dit wordt een dag, jongens. Jezus. Nou, doe maar. Oh ja, en ook de beste wensen. Nee! Alles kost, alles. 5 minuten bezig. Alles is al... We kunnen echt naar huis. Zal ik de paas uitdraaien? Dan kunnen we gewoon naar huis. Oh, dit sorry, is toch sorry, echt... Sorry, nee, ik kom het niet laten. Nee, nou niet sorry zeggen. God, weet dat ding? Beste wensen, beste... Ik hoop dat je trots bent op jezelf. Ja, de allerbeste wensen voor het mooie nieuwe jaar. Er staan weer 12 superfrisse maanden voor je klaar. Ja, de allerbeste wensen, ik schud echt niet uit mijn mouw. Want ik wens mezelf de allerbeste wensen voor jou. Ja, ik wens mezelf de allerbeste wensen voor jou. Groetjes in België, Stef. Zelf in Nederland. Hoi. 09091336, ik ben Robby, wie ben jij? Ik ben Stan. Stan! Ja, hoi. Wat wil je zeggen tegen de mensen? Je bent op de radio. Ik had een appje gestuurd in plaats van You Never Walk Alone weer te gaan fietsen met de trappen van de week. Ja, trappen van de week, die ga ik ook nog draaien. Misschien moet ik het niet langer maken. Wat zeg je? Misschien moet ik het niet langer maken. Je wilt het graag kort houden. Ja, misschien. Dat is ook wel eens fijn. Ik wens jou een hele goede vrijdag en een prettig weekend. Jij ook, prettig weekend. Ik ben Rob, wie ben jij? Ik ben Liesbeth. Liesbeth? Ja, ik kan even een plaatje aanvragen. Willen jullie een keer de Bohemian Rhapsody een keer opzetten? Van Queen? Dat zijn dagen dat ik dat wel eens wil, ja. waarom precies? Nou, omdat ik die heel mooi vind. Ja. En hoe kom je daar zo ineens op? Nou, ik heb die film wel eens gezien in de bioscoop. Bohemian Rhapsody van Queen. Hoe heet die? Van Queen, ja. 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 Oké. Ja. Ja, klant is koning, toch? Ja, klant is koning, ja. Liesbeth. Ja? Ik wens je een fijn weekend. Ja, hetzelfde. Genieten van mijn zon, hè? Ja. Echt, dat je hier doorheen praat, is echt een heiligschennis. Ja, wacht even, stop. Stop! Liesbeth, prettig weekend. Ja, hetzelfde. Oh, je bent hem ook aan het draaien, hoor ik. Ja, hoor. Ja. Waar vraag je het dan, hè? Nou goed. Ja. Nou, in ieder geval succes met jullie programma. Jij ook succes met ons programma, Liesbeth. Doei. Ik ga even thuis douchen. Open your eyes. Ja, dit mag je niet afzetten. Nee? Nee! Het is toch geen oude nieuw? Als nog één praten, joh. Sloek in de kerk, je gaat toch Queen, maar hier met Rhapsody. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me. So you think you can stop me and split my eyes? So you think you can love me and leave me to die? Baby, can't do this to me, baby. Just
4, 3, 2, 1. Lekker zeg, Queen Bohemian Rhapsody op de radio. 7:45, partij voor de vrijdag. Hallo, dit is 3FM, met wie spreek ik? Hoi, met Fabienne. Hallo Fabienne, wat kan ik voor je doen? Ik wou een mop vertellen. Een mop vertellen? Ja. Ja, het is de opneemgarantie, dus dat, daar kan van alles in, zeg maar. Ja. Hoe noem je een Mexicaan zonder auto? Nog eens. Hoe noem je een Mexicaan zonder auto? Weet ik niet. Carlos. Carlos? Ja. Carlos. Ja. 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 Dank je nog eens. Dankjewel, Fabienne. Zet er nog één. Nee, hoeft niet. Okay. Nee, doe maar niet. Ik heb de hele week gewerkt. Nee, een heel prettig weekend, Fabienne. Fabienne? Nee hoor, die heeft opgehangen. Ah, ja, tot zover. Dat is flauw. Eigen schuld. Dat is flauw. Maar nu is het. Begonnen. Nee, wordt echt gewaardeerd. Wordt gewoon gewaardeerd. Ik stap de deur uit en ik ga. Soms gewoon één genoeg. Het weekend achterna. En zingen! Oh, kon het maar altijd weekend zijn. Kon het maar altijd weekend zijn. Weekend is de mooiste tijd van het jaar. Het is net begonnen. Met Sander Hogendoorn. Oh, met Rob op 3 staat het weekend voor je klaar. Waarom hoor je zo? Never walk alone. Het lijkt alsof dit het verkeerde muziekje is, maar het is het niet, want maandag gaat het beginnen. Toch, Sander Hogendoorn? Ja, maandag gaan we beginnen, Robby. Goedenavond. Hallo, hoor je me goed? Want ik heb AirPods in, dus ik ben nu zo'n eikel met van die AirPods. Jazeker, je hebt het, ja, zeker. En de reclame is gemaakt. Oh, goed. Dus maakt niet uit. De vriend van de ochtendshow, maandag gaan we los. 3FM Serious Request, we gaan niet wandelen. We gaan ook niet bij de mensen langs, want dat mag even allemaal niet. Maar we gaan wel actie voeren om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. En die actie begint bij jou, maandagochtend. Ja, maandagochtend om 6:00, dan is het de bedoeling om te beginnen. En vandaag is ook daadwerkelijk dan de site losgegaan waar je liedjes voor kan aanvragen. Want daar gaat het eigenlijk helemaal om. Vraag een liedje aan voor een ander. Doe een donatie voor het Rode Kruis. En zo proberen we eigenlijk toch een beetje mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar te brengen door muziek. En er is eigenlijk niks mooier dan mensen bij elkaar brengen door muziek, weet je wel. Als ik het gewoon voor mezelf zou bedenken. Ja, jij hebt dat natuurlijk gedaan met die hele Never Walk Alone. Zeker. En dat liep inderdaad vrolijk uit de hand. Maar je kan het ook gewoon veel kleiner zien, weet je wel. Vraag een liedje aan voor je opa, je oma. Misschien kun je je ouders op dit moment even niet zien. Hm. Omdat een van de twee kwetsbaar is. Bedenk er een mooi liedje bij. Doe een kleine donatie voor het Rode Kruis. En dan gaan we er een mooie week van maken. Ja, en het Rode Kruis die helpt in heel Nederland bij zorginstellingen zoals ziekenhuizen, huisartsenposten. Ze vervoeren patiënten, ondersteunen de voedselbanken en verzorgen de coronapatiënten die worden opgevangen in diverse hotels verspreid over het land. Dus dat wordt goed besteed. En maandag gaan we los. Ja, en de site is ook los, hè? 3fm.nl/plaat. Weet jij, zijn er al eerste platen? Kunnen we al los maandag? Of is het nog stil op de radio? Want het zijn natuurlijk alleen maar aangevraagde platen. Nou, het is wel de bedoeling dat er nog even wat platen worden aangevraagd. Want er gaan veel platen in een uur. Je draait er, denk ik, 12, 13 in een uur. Dus, ik wel hoor. Ik weet niet wat ik hoor. Nee, dit is jouw tweede plaat toch? Zie je, die zit daar net. Nee, precies. En er moeten dus platen bij en er moet geld bij voor het Rode Kruis. Dus hopen we in één week een hoop op te halen. Ik ga zelf ook één nachtje meehelpen, vrijdag op zaterdagnacht. Maar het begint dus al maandag bij Sander. Sander, dan een heel fijn weekend. Rust lekker uit.
Ja, dankjewel. En nou ja, ik wil inderdaad iedereen oproepen om een plaat aan te vragen. En ik vond nog één leuk dingetje om even te benoemen. Want we hebben ook wat andere dingetjes geregeld. Waaronder een hoogwerker, Hoogies Hoogwerker. Die gaan we iedere dag op pad sturen naar ja, mensen die het verdienen. Dus misschien kan jij wel je opa of oma even niet bezoeken, omdat die te hoog in een tehuis woont. En nou ja, dan kunnen wij die hoogwerker daar naartoe sturen voor een kleine donatie voor het Rode Kruis. Waar moet je je opgeven? 3fm.nl/hoogwerker. Wat vet. Dus nou, dat vanaf maandag allemaal. Volg het op 3fm.nl, want ook op in beeld gaan we een hoop doen. En op tv, je kunt eigenlijk er niet omheen. Leuk. Robbie, dankjewel. Ze zijn later nog een heel bedrijf begonnen in brandweerwagens, hè? Dat meen je niet. Tattoo op de radio en All the Things She Said. Het twee categorieën spel. Met Rob van de Radio. We spelen het twee categorieën spel door aan het rad te draaien. En dan komen we op twee categorieën. Dan moet je een woordspeling of een grapje maken. En als je de leukste bent, dan mag je grabbelen in een grabbelton van 3FM. En je wint de stickers van Partij voor de Vrijdag en een postertje erbij. Ceremonie meester Mark. Zou je aan het rad willen draaien? Ja, natuurlijk. Komt-ie! Zo. Dan komen we op een soort pimpampet-achtige manier dan twee categorieën uit. En wat is het geworden vandaag, Mark? Het is geworden dingen met vier poten en artiesten. Dingen met vier poten. En YMCA is niet goed. Wat dan was er maar één. Nee, echt? Ja, alleen die Indiaan was een poot. Oh. Mag, is dat niet een scheldwoord negatief tegenwoordig? Poot? Ja. Oh, dat bedoelde ik niet zo. Dan neem ik het terug. Ja. Behalve als... als iemand die... In de scene gebruikt wordt. Echt? Ja. Dat vind ik altijd zo oneerlijk. Ja. Is... Is wat het is. Dingen met vier poten en artiesten. Je beter de toppers kunnen zeggen. Nou. Ja. En er waren er maar drie. Met z'n drieën. Goed. Krukwerk. Alsof iemand dat nog kent. Nou, maar iedereen weet toch wat een kruk is. En de rest bedenk je er maar bij. Prima. Krukwerk, ja, weet je wat een kruk is? En waar komt die werk dan vandaan? Ja, dan verzin je dat. Gewoon bij mij. Ik hoef toch niet alles voor die alles te doen. Dan zeg ik krukfiets. Ja, precies. Die snap ik niet. Nee, dan verzin je er maar bij. Ja. Nee, god. Dinosaurus. Oh, van Naas. Dingen met vier poten en artiesten. Stoel van Velzen. Kom maar door als je het nog grappiger kan. Kan bijna niet. Van 3FM. Dat is gratis en kost even niks. En dat is gratis. Oh, dat zong is al. Fans van Haim zaten helemaal klaar voor het nieuwe album dat over twee weken zou uitkomen, maar dat is opgeschoven naar later deze zomer. Heeft ook voordelen. Deze single van het album blijft wat langer hangen en het is gewoon een lekker liedje. Je hoorde The Steps op 3FM. Het twee categorieën spel. Met Rob van de Radio. En daarvoor nog een van mijn lievelings, Fontaines DC en Liberty Bell. Oh man, dingen met vier poten en artiesten speelden we vandaag in het twee categorieën spel. Er is ongelooflijk veel binnengekomen, dank daarvoor. En als je er nou niet bij zat, probeer het dan morgenmiddag weer tussen 12 en 2 in radio. Op een broodje. Ga ik doen. Dingen met vier poten, ga je doen? Ik ga meedoen een keer. Leuk. Vanuit huis. Ga je dan ceremoniemeester Mark noemen? Want je mag eigenlijk niet winnen, toch? Nee, ik ben een fake naam. Ben ik dan. Dat had ik gedaan toen ik op vakantie was in Frankrijk. Hans nog wat of zo? Jeroen Koophuis. Oh. Koophuis. Ik heb vorige keer ook weer meegedaan. Ik vind het grappig om zo dom mogelijke namen te verzinnen. Ik kan maar Hans nog, dat jij later zei... Hadden jullie bij deze naam nou echt niet door dat ik het was? En toen zat ik ook bij. Dat was leuk. Zat ik in de eervolle vermeldingen. Maar wij kijken over het algemeen alleen maar naar de voornaam. Dus dan staat er gewoon Hans. Prima, Hans. Hans. Ja. Je bent al de tweede Hans vandaag. Dat is ook zo, ja. Partij voor de Vrijdag hier trouwens, als je net inschakelt... Schakelen ze het iedereen. Ik ben Rob, tegenover mij... Ceremoniemeester Mark! Hallo! En daarnaast... Pieter de Bode! Jawel! Ik zit even te kijken wat ik heb geappt. Ik heb vorige keer geappt onder de naam... Arjan Schuitspons. Ah, dat was het en daarna ook, ja. Ik had best wel een goeie, maar toen was het niet. Dingen in de vriezer en artiesten had ik Lijk en Tina Turner. Oh! Maar toen vonden jullie dat Lijk niet in de vriezer kon.
Oh, dat was niet netjes of zo. Nee, nee, we zijn daar heel gevoelig voor, ja. Ja, toch? Ja, streng. Ja. Streng en woke zijn wij. Was ook, zie ik je 's middags een keer? Oh, toen deed Sofie, was ik ziek. Het was het dingen in een koffietent en kledingstukken dat ik gratis internet, Penty. Mooi. Ja, dat vond Sofie van niet, want ik zat er niet bij. Oh. Nou ja, misschien een beetje toch te ordinair. Ik denk dat het ook goed is dat jij ook weet het gevoel als je er niet bij zit. Precies. Hoe belangrijk het is als je er wel bij zit. En nu mag Sofie nooit meer vervangen. Allemaal maffia, die mediawereld. Ja. Ellebogenwerk, ellebogenwerk. Dingen met vier poten en artiesten is één fout ding binnengekomen. Dat is John. Die zei, de kast. En dan hoor ik je denken, dat is toch gewoon iets met vier poten en een artiest. Ja? Ja. Maar het is al iets. En dat is de enige regel die niet die bestaat bij twee categorie spellen. Is dat het niet iets mag zijn dat al bestaat. Hij heeft in het ziekenhuis gelegen trouwens, hè? Echt waar? Siep. Oh, echt? Mm-hmm. Wat van de kast. Wat had hij? Had een nijedij. Waarom vind ik dit leuk? De eervolle vermeldingen van dingen met vier poten en artiesten. Sophie. De staattafel. Oh, mooi. Nou, goed. Oscar. Sofa Tucker. Sofa Tucker. Emily, Panic at the Disco. Dingen met vier poten en artiesten. De Linda. Buronen Keating. If tomorrow never comes. Is dat van hem of niet? Zeker. Mike, die zegt Piet Hondriaan. deze is namelijk niet. Rens, die zegt TV Mabel. 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 Oké. Okay. Artiest, Mabel. Klopt. Ken ik meubel, goed, hoor. TV, meubel. Ja. Dingen met vier poten. Don't call me up. Ja. Oh, jij, meubel. Of jij moet een tv-meubel hebben met twee poten. Maar dan ligt de tv plat. Of op zijn kant. Dat is maar net waar de twee poten zitten. En hoe je de tv hebt neergezet. Priscilla, dingen met vier poten en artiesten. Veldmuis en Kemper. Ja, goed. Lekker, hoor. Gewoon goed. Matthijs, Ramswijn. Timon, Teefje de Visser. Teefje de Visser. Mathilde zegt dingen met vier poten en artiesten. Hert en Ernie. Ah, oh, goed ook. Arnoud. Kruk David. Piet zegt Ponyflex. Ponyflex. Goed allemaal, zeg. Dingen met vier poten en artiesten. Deze had ik nog niet gezien. Kas met René Kast. René Kast. Ja, mooi. Dan weer een feestje gemist. En Stef Tekkel. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Stefan, die zegt... De Poofy Cat Dolls. De Poofy Cat Dolls. Mooi. Justin, André van Tuinstoel. Ja, ook goed. Allemaal goed. Allemaal goed, allemaal goed. Otmar zegt nog Hans Staklok. Sinterklaas. Nee, Hans Staklok. Hans Klok en een staklok. Of een staartklok, dat kan ook. Dat wat is dat een staklok? Een klok die staat op de grond. Ja. En je hebt ook een staartklok, dus een klok. En je hebt een soort van staart. Een beetje ouderwetse klok. Gingen zo lekker, hè? Mag ik? Aan de beurt, wie is daar? Ja, jij Marcus. Bent. Nee, Rob. Nee, god, nou. Nee. Nou, jij bent. Esther, Dua Lipa Luipaard. Dua Lipaard. Lipaard. Paard. Paard. Paard, ja. Er kan er maar één de grappigste zijn en dat is Eva. Goedenavond. Goedenavond. Jij hebt sowieso gewonnen de poster en sticker van Partij voor de Vrijdag. Op. En die kun je dan voor je raam hangen. Ik zou hem heel graag aan de camera laten zien. Oh! Maar, nee. Vergeet, ik ga hem nu halen. Ja, oké, okay, neem je tijd. Ik zat te kijken wat het ding is. Oh, maar echt helemaal buiten de studio ook. God. Dit duurt lang. Pieter pakt op de gang even de poster en stickers uit. Het zit helemaal netjes in een kokertje. God. Ja. Kijk, dit is 3FM.nl/live. Dit is de poster. Die heb je sowieso gewonnen, Eva. Ja. En de stickers van Partij voor de Vrijdag, die kun je voor je raam hangen. Dan kun je de partij steunen. En iets uit de grabbelton. Maar we gaan eerst naar jouw winnende inzending. Dingen met vier poten en artiesten. Border Collie Codings. Konings. Fantastisch. Dankjewel bij de grabbelton van 3FM. Daar zit ceremoniemeester Mark met één hand in. En als hij stop zegt, dan haalt hij er voor jou een prachtige prijs uit. Stop.
Eva gewonnen, Mark? Het zijn meerdere dingen aan elkaar gebonden. Het zijn kaarsjes in de naam Tom. Oh ja, van die... ja. En de T is roze, de O is oranje en de M is blauw. Ken je iemand die Tom heet, Eva? Ja. Ja, joh. Kijk wel even, je vindt het wel leuk. Tom, waarschijnlijk. Ja. Hoe heet hij dan? Tom. Ja, wat ga je ermee doen? aan Tom geven voor zijn verjaardag, denk ik. Ik wens je een heel prettig weekend daarmee. Prettig weekend. Robbie, Robbie, Robbie. En een goede vrijdag. Hallo. De staat. Kiddy kiddy. Voor nog even Lavine en Complicated op 3FM. Zometeen op dit station in dit programma. Vals gespeeld. Er is weer een nummer vals gespeeld. En je moet raden wat het is. Dat allemaal zometeen. En hebben we het paasei al gehoord? Dat we hebben verstopt in dit programma. Nee. Is het al voorbij gekomen? Het is natuurlijk een redelijk onopvallend dingetje. Is waar. Wat je dan moet horen. Het is eigenlijk voor het menselijk oor nauwelijks waarneembaar. Misschien is het goed als we het als voorbeeld nog één keer laten horen. Misschien wel, ja. We gaan nog even laten horen. Dit is dus een voorbeeld. Dit is niet het echte alarm. Dus je moet niet appen. Als je dit paasei later in dit programma hoort, stuur dan een appje via de app van 3FM. En als we je terug willen, dan win je het Partij voor de Vrijdag paaspakket. Wat daarin zit, dat weten we nog niet. Dit is een voorbeeld. Paasei. Zie je? Gewoon redelijk onopvallend. Ja, ik herhaal. Paasei. Het is echt een klein... Ja, ik vind het echt heel charmant gemaakt. Ja, saillant detail. Als je zo meteen het paasei hoort... App dan via de app van 3FM. Het leven is mooi, het is weer vrijdag. En je fietst het weekend in. Of het vriest het ooit, het is nu vrijdag. Alles voelt als een nieuw begin. De Trapper van de Week. De Trapper van de Week is eigenlijk om op door te trappen... als je op de fiets zit naar de kroeg vrijdagavond. Maar dat is nu even niet, want die kroegen zijn dicht. En, of even niet, we weten niet hoe lang het gaat duren. Maar zolang het gaat duren, blijven we thuis en ook dit paasweekend. En ik had bedacht om misschien even, als je nu op een stoel zit... om een beetje achterover te gaan leunen... en dan met je benen dan een beetje trapbewegingen te maken. Dan heb je in ieder geval nog ook nog een beetje beweging. En als je in de auto zit, dan is dit het moment om je gaspedaal lekker in te trappen. Want je gaat hier hard van. De Trapper van de Week. Ik hoor je denken, is het nog steeds dezelfde als vorige week? Jazeker! Dit is Little Big op de radio met Uno. Wat een lekker nummertje. Is toch een zomerhit? Check alle trappers van de week op Spotify. Zometeen vals gespeeld op dit seizoen. Little Big en Uno. Partij voor de Vrijdag presenteert... gespeeld. Nu al het meest irritante spel van de radio. Maar ja, het moet gespeeld. Er is een bekend nummer wat zometeen op de radio komt. Ik zou kunnen zeggen, een hit. En de vraag aan jou is... Het is vals gespeeld. De vraag is, wat is het? Wat is er vals gespeeld?
wat wij er gaan uitleggen verder. Als je het goed denkt te weten, bel dan naar de radio 0909-1336. De eerste die belt met het goede antwoord, die wint nadat het liedje uitgaat. Wat denk je? Is dat een leuke prijs? Ja, ja. Zeker. Heel erg leuk. Zijn we er klaar voor? Ja, ja. Eigenlijk niet natuurlijk. Nee, ik niet hoor. Ja, ik ben de enige die hiervan geniet volgens mij. Hoe kun je dit nou leuk vinden, Mark? Omdat ik een klein sadistje ben. Oh. Maar Mark eet ook... Ik wou iets heel gek zeggen. Eet ook hele gekke dingen. Mark eet ook glas. Zo. Mark eet ook... Hoe kan ik er niet op het woord... Dat is een beetje gloeilamp komen. Ja, eet ik. Gloeilampen. Ja, er was vroeger zo'n man bij Hans Kazan. En die at dan gloeilampen. Ja, van Max Pijn. Nee. Dat ging niet helemaal zo... dat was echt verschrikkelijk. Maar dat ging glas eten. Weet je nog, die man die dingen kon inslikken. Bij Hans Kazan. En die had dan iets in zijn mond. En die slikte dan in. En deed hij zo... Dan sloeg hij met twee handen op zijn borst. En hij zo... Hoe? En dan ging hij nog iets doen. Echt waar? Zo onthouden. Ja. En wat slikte hij dan in? Niet gewoon dingen, pingpongballen, grote dingen. En hoe heeft hij die job gekregen, denk je? Dat weet ik niet. Nou, ik heb geen zin in, maar we gaan toch luisteren. Wat is hier vals gespeeld? Als je het weet, bel 0909-1336 en verlos ons van het kwaad. Partij voor de Vrijdag presenteert... Hey! Vals gespeeld! Hallo, met Nick. Nick, wat is het goede antwoord? Ja, ik weet het, dit is een woord. Dit is Una Pluma Blanca van George Lincoln. Nee, Nick, dat is niet goed. Ik ga je meteen op, ik ga de lijn vrijmaken. Au! Oh. Kan iemand dit uitzetten? Hallo, ik met de radio. Ik denk dat het Tino Martin is. Wat zeg je, Audrey? Tino Martin. Tino Martin? Dat is ook fout. Hé, hey, jammer. 0909-1336, alsjeblieft. Doe het voor mij. Hallo met de radio. Hoi, met Tom. Hey Tom, wat is dit? 17 miljoen mensen. Van wie? Ik weet niet, ik kan er niet opkomen. Zeg sneller en Davina Michel, zeg het. Davina Michel, ja. Die. Oh, dit is kutter dan ik dacht. Ik kon het 100 keer zeggen, maar dan ben ik op de radio en dan vergeet je het, hè? Ah. Hè? Lekker. Hoi. Ja, je hebt gewonnen dat het even stil is, Tom. Ja, dat snap ik. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ben er erg blij mee. Ik ga nog heel even genieten, wacht even hoor. Oh. Het lijkt het. Het lijkt Schiphol. Hallo? Hoi! Tom? Partij voor de Vrijdag! Ik wil even kijken of je er nog was. Ja, ik ben er nog. Luid en duidelijk. Ik leef nog. Precies. Fijn weekend! Fijn weekend! I'm a dance with the devil like I got none to lose. Calvin Harris, How Deep Is Your Love? En daarvoor nog Chef Special, Trouble. Waar is dat ding? Hier is dat ding. 3FM Serious Request. Oh, verkeerde. Kijk hoor, kom aan. Yes. 3FM. Partij voor de Vrijdag. Rob van de Radio. Tegenover mij. Ceremoniemeester Mark. Hallo. En daarnaast. Pieter de Bode. Ja hoor. De ingekomen stukken, daar is het tijd voor. Altijd iets voor negen. Dan nemen we even door wat er onder de YouTube-video van vorige week is binnengekomen. Op kanaal Rob van de Radio kun je in de comment-sectie dingen achterlaten. Kan ook hieronder, als je nu zit te kijken. Want dan geven we de volgende video daar weer allemaal reacties op. En dan hoor ik je denken, video, dit is toch een radioprogramma? Ja, maar het is ook een YouTube-programma. Ja, doen we gewoon allebei. Tot zover. Maar ik neem ook iets mee eventjes uit de app van nu net. Henny, die zit namelijk te wachten op het paasei.
Ja, iedereen zit te wachten op paas. Dus hè? Ik dacht, misschien moeten we het voorbeeldje nog even laten horen. Want ja, stel nou dat je niet weet wat het precies is. En, er is dus een paasei verstopt in de uitzending. En als je het hoort, moet je een appje sturen via de app van 3FM. En als we je dan terugbellen, dan heb je het Partij voor de Vrijdag paaspakket gewonnen. Ja. Dit is een voorbeeld. Paasei, 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 paasei. Paasei. Oké, okay, keertje. Nee, dan heb je het. Nee, jij wilt het nou toch wel gehoord. Nou. Wat, was het een soort van nadoen? Ja. Oké. Okay. Dirk zegt, goeiedag. Dit is een voorbeeld. Dit is een voorbeeld. Dirk zegt, goedenavond, team Partij voor de Vrijdag. Ik luister samen met mijn broertjes altijd met veel plezier elke vrijdagavond naar de uitzending. En we kijken altijd uit naar de extra content die maandag, oh, dat moeten we ook even bij zeggen, in de podcast verschijnt. Ja, dat programma is ook een podcast. Iedere maandag online. Vroeger was het maandagochtend, maar tegenwoordig... Ergens gedurende. Smiddags. Ja, het is de coronatijd, dus dan moet je thuis werken. En dan doe ik... Het is al een beetje gek. Gekke tijd. Ja, hij is als de tijd daar is. Ja, en ik monteer eigenlijk altijd... dan wil je weten hoe het gaat? Ja, tuurlijk. Tegenwoordig, daar is dit hele ding voor. Ik deed het altijd op zondag. Helemaal bam. Nee, daar komt het door. Ik deed het altijd tussen de Partij voor de Vrijdag en de nachtshow in. Die nachtshow, die is niet meer. Olivier doet het nu. Maar dat doet hij echt leuk trouwens. En dan denk ik vrijdagavond... Nou... Hè? Kan mijn ook, tijd wel wezen. Dan komt zondag wel. Kan en ook met mijn zondag pa door de prairie. Ga ik altijd op de bank liggen. Dan vergeet ik het. En dan moet het altijd maandag, want het moet om 4 uur online. En dan doe ik daarna altijd de podcast. Is altijd zo 5 uur. Of zo komt dan de podcast. Nou helemaal prima duidelijk toch? Zeg. Wat leuk. Kan ik door nu? Wat was de vraag? En in die podcast bespreken we ook de aflevering. Dus het is niet alleen maar een archiefdingetje van deze uitzending. Maar ook veel meer daaromheen. Een voordeel en een nadeel. Luister, tip. Ja. Maar er is nog een vraag. Hij heeft nog een vraag namelijk daarbij, deze Dirk. Hij zegt, wat is jouw favoriete trapper van weleer? Oh ja, de trapper van weleer. Is een oude trapper van de week. Ja. Hebben er nogal wat verstout, hè, de afgelopen tijd. Ja, dat is waar. Moet ik even kijken in de Spotify-lijst. Die heet Trapper van de Week. Trapper van de Week. Staat daar ook al die Uno in? Hebben we dat al netjes? Is dat dan netjes? Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Hij staat wel. Ik heb hem in de interne lijst, staat hij wel netjes. Oh, je staat erbij hoor. Ja hoor. Oh, keurig. Groter dan ik. God, er staan een hoop dingen in. Hè. Dat is een geinig lijstje. Maar er zijn allemaal crazy plaatjes in. Allemaal favorietjes van mij. Ik denk dat het... ik weet het denk ik wel. Het is denk ik Van Echelpoel en Ziet hem Duun. Oh, echt waar? Ja. Echt ja? Ja, dat was lekker. Ja, er staan nog veel meer lekkere dingen in. Maar ja. Wat dacht je dan van Got to Keep On, Got to Keep On. Ja, van zeker. Chemical Brothers. Ja, nee, zeker. Het zijn allemaal goede. Zeg, hey. Wat denk je dan van Boogie Feet, van Kesha? Zo, oh ja. Zo, hallo. Kiera Gold. Oh! Ja, dat is wel... Ja. Gave You Everything van de Interrupters. One, two, three. Deze. Trapper van de week, die moet gewoon meteen knallen. Of wat denk je van Sebastian Ingrosso van X-Fall en Ingrosso, maar dan solo en Flags. Ja, was ook. Ik zal even naar het middenstuk sturen. Woe! Oh, hallo. Zo dan. Er zit ook een soort drop in, dan moet je even voor de drop kijken. Opbouwtje. Push up that flag in the air. Gezellige mensen. En wat denk je van Parov Stellar en Aaron Chupa met Grandpa's Groove? Het is gewoon allemaal goed. Ja, dit is wel echt allemaal goed. Hè. Alleen maar hits in de Trapper van de Week Spotify-lijst. Oh, dus ik denk die Ziet hem Duun dus. Prima, gaan we door naar Stephanie. Die zegt, was het niet ontzettend zwaar om dat rat te verplaatsen? Dit is een stinke vraag voor ceremoniemeester Mark. Ceremoniemeester Mark! Ja, nee, zeker. Normaal is dat een werkje voor wel een man of twee, zeker. Maar drie ook wel, als het niet hele sterke mensen. Maar ja, 1,5 meter. Dus ik heb in mijn eentje dat hele ding moeten verslepen. Want hij staat nu ergens anders, want anders staat hij bij Pieter in de buurt. Ja, ja, ja. Hij staat nu aan de andere kant van de studio. Ja, ook dan weer de 1,5 meter regel. Oké, gaan we door naar Tom. Dit is best wel even een ding, Rob. Ik hoop dat jij bent goed met een beetje kritiek ontvangen, weet ik gelukkig. Ja. Dus ga er lekker voor zitten. Robbie, een tijd geleden viel mij iets op. Als jij met je vuisten naar de camera aan het bewegen bent... tijdens de jingle waarin ze roepen Rob van de Radio... en zunne gare bakkes trekt... lijk je op die clown van The Fright Nights. Doe ermee wat je wilt.
of zo. Weet ik veel. Eddie de Clown. Doe eens. Hallo, kinderen. Eddie de Clown. Doe eens met je vuisten. Even controlemateriaal. Ja! Ja, is dat zo? Ja, ja misschien. Ja, hoe heet die clown, zei je? Eddie de Clown. Ja, maar dan gaan we het er nu verklappen dat ik dat ben. Want dat is heel lang is dat kijk al geheim gebleven. Oh, dat is echt heel eng, ja. Het is gewoon een dik hoofd. Wil hij dat eigenlijk zeggen? Ja, noem je Rob nou gewoon dik? Hallo, sukkels! Ik weet niet wat hij altijd zegt, zoiets. Nou, kunnen we naar het volgende? Ja, laatste van Sam. Hij zegt, Rob, kunnen we die kleurplaten nog steeds downloaden? Ik moet nog natuurlijk wel nog wat te doen hebben. Het gaat over de 3FM Partij voor de Vrijdag kleurplatenwedstrijd. De winnares is bekend. Check dat op mijn Instagram, Rob van de Radio. Dan kun je daar zien. En de winnende kleurplaat ook. Jazeker, 3FM.nl/kleurplaat. Daar kun je het allemaal nog vinden. Is nog steeds online, werkt en dat is allemaal... Maar je gaat niet meer op voor de taart, want die is vergeven. Ja, zeker. Dat moet wel even gezegd. En kun je eens even scrollen, Mark? Want volgens mij staat CSI ook op die website. Even kijken. Zie ik hier nog? Ja hoor. Oh joh. Ja. Maar doe maar op mijn Instagram, want dan followers. Like it. Waren dit alle vragen? Dit was het alweer. Nou, zijn we rond. Vrijdag. De week die is weer voorbij. Vrijdag. En we zijn weer van de partij. In het weekend, dat gaat beginnen. Vrijdag is vrij. We zijn in handen. Rob van de Radio met de vrijdagavondshow. En jij bent erbij. Kijk maar als het even kan, of je nog wat harder kan. Vrijdag is vrij. Geef je stem, bel met hem. Rob op 3FM. Ik denk, laten we het ook maar even doen, toch? Oh, ja, lekker! Ja. Mijn favoriete trappen van weleer. Van Everpool en Sietem Duun. Het is weer weekend en ik heb me god geen goesting om te hangen in de zetel dat slapen heb je god te staan. Was een van de laatste die nog kon optreden in Nederland. 13 maart gingen alle poppodia dicht en ze was op 9 maart nog te vinden in de Melkweg in Amsterdam, net boven Amstelveen is dat. Toons and I, Never Seen the Rain. En 3FM sprak haar daar en het interview dat is nog wel te vinden gewoon op 3FM.nl. 3FM. Partij voor de Vrijdag. Rob van de Radio. 12 over 9, goedenavond, tegenover mij. Ceremonie meester Mark. Ja, hallo. En daarnaast. Pieter de Bode. Jawel. Zitten we er, is dat het ding? Ja, ik had opeens bedacht dat het misschien leuk was om er wat van te maken. Jawel. Ja, weet je, het is toch... Ploppende plop. Nee. Maar je hoort de hele tijd niet in de mode. Dus ik dacht, maak er even wat positiefs van. Jawel. Hoe zitten jullie erin, jongens? Zitten we er nog lekker in? Ja, zeker. Het weekend is begonnen. Bijna weekend. Ja, voor ons bijna weekend. Ja, en voor de mensen die nu luisteren. Al sinds nu al 5. Ja, weekend, ja. En als je nu ook aan het werk bent, dan niet. Maar ja, maar even een dingetje. Ja. Het is wel een beetje gek. We zitten in een aparte tijd natuurlijk. Veel mensen thuis aan het werk. En ik vind dat... Zo gaat hij ook heten, hè? Stenen tijd, ijstijd, aparte tijd. Ja. ik vind dus dat de weken heel snel gaan. Echt heel snel, terwijl ik de hele tijd thuis ben. En de wisseling tussen het weekend en door de week wordt steeds kleiner. Ja. Vind ik. En ik, ja, gelukkig hoor ik op de radio. Het gevoel, het verschil. Het gevoel, ja. Ja. Dat je denkt, weekend! En dat proberen we hier toch vrij dik aan te zetten in dit programma. Maar toch is het anders dan anders. Voor mij is het helemaal gek, want ik heb dan op maandag weekend. Ja, maar en dat dinsdag. Was altijd al. Jazeker, maar dan is het... Voor mensen hebben eigenlijk niet echt weekend. En dan heb ik nu weekend. En dan heeft andere mensen die werken dan thuis, voelt ook een beetje als weekend. Heeft iedereen altijd weekend nu? Eigenlijk heeft misschien iedereen altijd wel weekend. Iedereen heeft een beetje extra weekend. Altijd weekend. Dat zou leuk voor programma zijn. Altijd weekend. Altijd weekend. Altijd weekend. Altijd weekend. Weer ja, daar zit wel eens in. Ja. Nou, misschien de volgende keer. Misschien de volgende keer. Wat wou jij zeggen ook weer? Nee hoor, niks. Dat het altijd weekend zou zijn. Altijd weekend zou zijn. Ja. Moeten we nog een keer het voorbeeld laten horen? Ik krijg een appje van Jurgen die zegt... ik wil graag nog een keer het voorbeeld horen voor paasei. Ik snap het ook. Je vergeet het ook. Ja. Je vergeet hoe het is nu kwart over negen. Het zou ergens toch binnen nu en drie kwartier bijna zou moeten komen. Daar ga je vanuit. Anders moeten we Luc gaan vragen of hij het wil laten horen. In de dansbar. Dan zit een paasei verstopt in deze uitzending. Nogmaals, dit is een voorbeeld. Paasei. Als je het hoort, stuur dan een appje via de app van 3FM. Vrijdag. En als je weer terug bent, dan ben je een 3FM Partij voor de Vrijdag paaspakket.
Vandaag in de feestplanner, die gemaakt is door Jordi, Gert-Jan en Ricky. Zij zijn de lampengasten, komen uit Eindhoven. En hoe werkt het nu? Want ze zitten niet echt meer bij elkaar dan nu ook. Ik denk ook Skype. Skypend al, en dan zit er toch één iemand zit dan aan het DJ-apparaat. Ja, en dan zegt één iemand nu. Oh ja, ja. Net te laat, er zit vertraging in. Kan hè, dat ze dan hangout. Ja. Dit kan wel eens een mix zijn met mixpunten die er net naast liggen. Zo. Dat kan. Dat het beat gewoon scheef loopt. Ja. Aiken en Smack That zit erin. Abba, Voulez-Vous zit erin in de Lampengasten 2019 bootleg. En Rich Rubilar zit erin met Calabria. Ken je die? Zeker. Dat is echt vrijdag. Faceblender. Rich Rubilar, Calabria, Abba,
Voulez-vous en Akon Smack That allemaal in de mix van de Lampengasten. Als je dit terug wil luisteren, check dan de Partij voor de Vrijdag podcast. En als je dat nu al aan het doen bent, blijf dat vooral lekker doen. Oh, lekker. Dit is The Weeknd. And In Your Eyes. Judith. Hij ging niet eens over, Judith. Ik had hem nog in de hand. Je zat echt, hè? Je zat er bovenop. Bijna. Judith? Ja? Ik bel jou even terug, want ik kreeg een appje van jou. Ja, dat klopt. Wat heb jij gehoord op 3FM en kun je het even nazingen? Of ik het na kan zingen? Oei, heb je een voorbeeld? Nee. Want ik wil nog even spannend houden. Je hoeft niet per se helemaal goed na te zien, hoor. Wacht even, ik moet even de auto de kant zetten. Oh, ja, doe dat even. En je moet je niet de telefoon in je hand houden, dat is gevaarlijk. Ja. Bedoel je dat paasei-stukje? Ja. Dat moet ik nazingen? Ja. Paasei, paasei, paasei. Jij denkt dus, Judith, dat jij de paasei, het paasei, hebt gevonden. In de vorm van deze jingle. Paasei. Ik ga even controleren. Ceremoniemeester Mark. Ceremoniemeester Mark. Is daadwerkelijk het volgende voorbijgekomen op 3FM. Paasei. Ik weet, kun je nog één keer laten horen? Ik even twijfel. Paasei. Ja, zeker is dat voorbij gekomen. Dat is juist. En daar zijn we. Judith! Jij bent de vinder van het paasei. Je wint de 3FM paaspakket. Top. Met Partij voor de Vrijdag posters, stickers. Pas nou op wat je allemaal gaat zeggen. En posters. Stickers. En stickers. En een paasdingetje. Cool. Want anders is het natuurlijk geen paaspakket. Wat ga je ermee doen? Ja, boven mijn bed hangen, hè? Misschien een slechte beslissing. Maar die eieren gaan een keer over de datum. Nu weet ik zeker wat er gaat komen. Een halve kip. Ja, daar is ie. Fijn weekend. Levend nog. Dank je. Years and Years op 3FM en Desire. Daarvoor nog Bad Decisions. The Strokes. Lekker plaatje ook, hé? Die Strokes. Ja. Ken je hem? Ja. Je luistert naar Partij voor de Vrijdag. En ik ga dus best wel goed op TikTok ineens. Dat meen je niet? Ja. Ik heb helemaal niet meer gekeken naar TikTok. Mark, kun je heel even de microfoon naar Vince... Niet zo dichtbij, ja, Vince! Sorry. Godsamme. Jezus, daarom zeg ik, doe de microfoon even aan jou, want het is helemaal gevaarlijk. Zet even je ding TikTok uit. Ja, ik kan dit niet. Nee, doe het dan niet. Kijk, ik wil even je mening horen, Vince. Ik heb twee video's nu. Ja. Rob van de Radio, zo heet mijn TikTok. En de eerste video, die ik zelf heel leuk vond, die heeft nu 808 views. Is dat veel? Dat is... Dat is best veel als je begint op 0 volgers. Ja, ik heb nu 167 volgers. De tweede video die ik plaatste heeft nu 3800 views. Wat? Dat is bijna drie keer zoveel als die vorige. Ja. Maar meer zelfs nog. Is dat nou een ontwikkeling dat je zegt, dit gaat zo door en over 6 video's heb je 1 miljoen? Of is het heel goed of valt het wel mee? ik denk dat het wel meevalt. Oh.
Is er sprake van een exponentiële groei? Ja, want die eerste is 808 views en de tweede is 3800 views. Maar merk je ook dat je meer volgers erbij? Ja. 167 volgers. Dat ook weet wel, je toch niet? Sinds dat we de podcast online hadden ook. Want, en, oh ja. We hebben ook de hele tijd in lopen roepen. Is dat dan, heb je meer volgers gekregen door die tweede video? Ik vraag het trouwens aan cameraman Vince, omdat cameraman Vince... Legend! Insane is op TikTok. TikTok, TikTok famous. Dankjewel. Wat zei je nou? Ik zei, heb je door de tweede video meer volgers gekregen dan door de eerste video? Ja, mensen taggen elkaar wel onder de video. Dat ja, is goed, dat hè? Dat is wel goed. Het is trouwens echt niet omdat ik het er zelf in zit, maar het is geniaal. Ja, ik vond die tweede ook heel leuk, hoor. Ja, ja? Ik heb net even gekeken, hè, zonder geluid, vond er niks aan. Omschrijf het even dan. Nee, moet je naar mijn TikTok. En me volgen. En een duimpje, sterretjes, spulletjes. Wat is je TikTok? Of Rob van de Radio. Oh ja, dat is zo. Oké. En hoe schrijf je dat? Je schrijft dat. Je zou het niet verwachten. Nee, ik weet niet. Maar je schrijft het gewoon zoals je het zegt. Je schrijft het gewoon zoals je zegt. Wat was die tweede ook alweer? Ik weet het niet meer. Nee, dat is voor Instagram. Nee, dat ook niet. Oh, ja. Dan volg je Robbie elke dag. Dan volg je Robbie elke dag. Oh nee, je had toch ook... Oh, ook op Instagram. Ja, dat is het begin van die reclame. Dan is het... ik ben Rob van de Radio. Ook op Instagram. Nou, iedere keer als ik, Rob van de Radio zeg... Ook op Instagram. Maar hoe schrijf je dat dan precies? Je schrijft het gewoon zoals je zegt. Oh ja. Nou, dat. Lachen. Maar dat heb je dus ook op TikTok. TikTok heb je dat ook. En ik kan zeggen, alleen maar geniale content. Maar weinig. Weinig. Twee. Ja, zijn er twee. Laat je horen. Partij voor de Vrijdag. Zometeen gaat de telefoonlijn open. 0909-1336. We took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. Is verrekte veel te zeggen, maar er liggen nog veel meer. Vampire Weekend en Harmony Hall. Op 3FM, dit is Partij voor de Vrijdag. Wat komt Herman van Veen opeens doen? Partij voor de Vrijdag. Vroom, vroom, vroom. Telefoonlijn is open. 0909-1336. Kom op en bel gewoon naar dat nummer. Kom maar door. 0909-1336. De opnemergarantie die staat aan als je belt 0909-1336. Kom je gewoon in de uitzending, gewoon omdat het mag. Gewoon omdat het kan. Je kunt ook een appje sturen via de app van 3FM. Maar de beller is sneller. 0909-1336. 0909-1336. Ik heb opeens een geniaal idee. Voor TikTok. Oh, Mark en ik doen al een tijd een dansje. Ja! Op 0909-1336. Nou. En dansjes op TikTok, dat is het helemaal. Ja. Dus succes met jullie. Ik heb wel gezworen dat ik nooit zo dansend op TikTok zou gaan. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Dat zeker niet als je blijft zoeken op TikTok. Dat weet je het niet hoor. TikTok. Wel lekker. Maar dat moet je even gaan doen, denk ik, Rob. Dansje. Ja, ja, nou, het is geen dansje, want het zijn alleen maar handgebaren. Dit liedje. Met dit liedje? Ja. Dan voel ik me echt een opa. Nee, maar dan gaan dus andere mensen dat nadoen, dat dansje. Ja! Met dit liedje. Dat is toch geniaal. Ja, ik ga en het is heel simpel. Nee. Het is één vinger, drie vinger, andere hand, drie vingers. Zes. 1, 3, 3, 6. Wat is de 6? 0909. Ja, maar dat horen mensen op de radio toch niet wat je nu doet? Ik legde het toch uit wat ik deed? Je doet één vinger, drie vingers, 6. Eén vinger heb je één hand. Drie vingers op de andere hand. Dan drie vingers op je andere hand. En dan kruis je je handen. Want dat is coole look. Dat is coole look. En dan coole ben je, look. Dan ben je swag. Dat kun je bij de Chinees kun je dat bestellen. Of je hebt swag. En dat is 6 coole samen. Look. Coole look. Dan de Bami. En één keer de drie, coole look. Zes. En dan doet die die restaurant eigenlijk. En dan doet zo. Oké, kom eraan. 1, 3, 3, 6. Oké, kiddo's. Woehoe. Coole look. En wil je verder nog iets? Nee, dat moet je even doen. Gaan we regelen, Rob. Mag ik de Peking eens en één keer de coole look? Oké! Herdolin! Nee, ik bedoelde coole look. Oh, sorry. Ik dacht u de coole look bedoelde.
komt hij over aan tafel. Eenmaal tomatensoep, ja voor mij. En de koele ja, die was voor mij, dankjewel. Ja, dankjewel, ja. Oh, zo kan ik weer even voor. Zet maar gewoon in, ik ben met een nieuwe date. Nee, doe eens dan de koele look. Ja, maar jij doet het niet met drie vingers. Nee, maar ik moet ook nadenken en schuiven, alles met techniek. Zo. Waar waren we? Tot volgende week. Nee, telefoonlijn. Had ik al een beller gehad? Nee. Nee. G63, waarop? Wie ben jij? Hoi, met Jeroen. Hey Jeroen. Ik zit niet uit vervelend, omdat ik het heel leuk vind natuurlijk alle podcast terug te luisteren. Ja? En nou ben je ooit lang geleden een lijstje begonnen van Mark met eten. Met Mark, ja? En hoe gaan we met dat lijstje? Hè? Lijstje met eten? Van Mark. Van Mark! Ja. Van vandaag? Nee. Van vandaag? Dit is echt... Vries speciaal? Nee. Een warenschijf, twee keer de koele look. Nee. Twee keer de koele look. Nee. Dat je gewoon suiker erbij. Dat je oorlog en een dierennaaltje. Bel je met de random reader, Jeroen? Weet je nog wat het lijstje is, of niet? Ja, natuurlijk weet je wat het lijstje is. Ik ga het er even bij pakken voor je. Speciaal voor jou. Kijk. Het valt eigenlijk wel mee. Het zijn er maar zes. Nou, toch wel veel. Ja. Schrijf je mee? Zeker. Lekker nijen. Ja. Dingen bij de frietent. Afzuigkap. Snoep. Koekjes. Eet uit de oven. Dat waren ze. Perfect. Ik wens jou een heel prettig weekend. Ja, heel prettig weekend en de beste wensen in deze gekke tijd, hè? Ik heb hem niet verstaan. 0909136, ik ben Rob, wie ben jij? Goedenavond. Hoi, ik ben Roy. Wie? Met Roy. Roy. Hi. Hi, wat kan ik voor je doen? Ja, je had het net over dat hele TikTok gebeuren, hè? Ja. Nou ja, mij zul je daar echt niet tegenkomen, want ja, ik weet niet, op Instagram word ik er al echt mee doodgegooid met die filmpjes. En ik dacht van, nou ja, op Instagram is het gewoon alleen met die stories en zo. Je gewoon foto's zo laat zien met video's en zo. Maar niet dat je dingen van een andere app laat zien, zoals TikTok, zeg maar. Nee, je wordt eigenlijk eerder ziek van dat dingen van TikTok, en dat vind ik eigenlijk ook wel irritant, op Instagram verschijnen. Dat is onhandig, want daar heb je eigenlijk al TikTok voor natuurlijk. Ja, precies. Nou, ik ga dat even doorgeven. Ja. Ik weet nog niet aan wie, maar dat komt helemaal goed. Gewoon zomaar iemand. Ja. Morgenmiddag in de supermarkt. Hé! Hey, Roy zei gisteren. Ja, ik ben van de vleeswagen. Maakt niet uit, luister. Als je op Instagram zit... Ik ga het doorgeven, Roy. Ja, helemaal goed. Prettig weekend. Prettig weekend. De laatste, 0909136. Ik ben Rob, wie ben jij? Ik ben Sander. Sander. Ja. Dat is lang geleden. Alles lekker. Ja. Waar was jij? Waar ik was? Nou, ik was op mijn werk. Nu ben ik thuis. Ja. Was je een half jaar op je werk? Ja, nou, ze voelden het wel. Oh ja. Ik heb jou toch heel lang aan de lijn gehad, of ben je een andere Sander? Ik ben een andere Sander, oh, ja. Oké. Ja, ik heb jou wel eens een uur aan de lijn gehad, maar dat was weer een paar weken geleden. Ja, en dat was ook op de radio. Ja. Hallo Sander, wat heb je aan? Wat kan ik voor je doen? Ja, ik vroeg me af of jouw bingo-lijst ook nog bestaat. Uit de nachtshow. Ja, precies. Rob's NOS Nieuws bingo. Nee. Ja. En daar staan nog steeds drie woorden op. Namelijk Hans, koffie en schaap. Alleen die nachtshow bestaat niet meer. Dus die leverworst die je kon winnen, die zal misschien wel nooit gewonnen worden. Nou, die is op. Nee, die ligt nog in de koelkast. Oh. Toch, hoop ik. Nee, die zei ik zeker. Oh. Nou ja, wat het probleem is, ik zit dus nu verplicht aan de kipfilet. Omdat ik dus geen leverworst koop. Want als ik die leverworst win, dan krijg ik die leverworst die ik gekocht zou hebben, dus niet op. Nee, dan heb je er twee. Snap je? Ja, precies. Ja, ik snap het. Dus nou zit ik al twee jaar zonder leverworst op mijn brood. En je hebt superveel zin in leverworst.
Precies. Nou, zou ik gewoon kopen, hoor. Dus jij adviseert wel om die leverworst te kopen? De kans dat je nog binnen nu en 2 jaar die leverworst wint, is echt niet heel. Dus als je echt zin hebt, dat zou ik doen, hoor. Zou het wel over 3 jaar kunnen dan? Dan wacht ik misschien nog even. Dat weet ik niet. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik zou dit gewoon, als jij zegt ik heb heel veel zin in leverworst, dan zou ik dat gewoon doen, Sander. Dat is wel een goede tip. Ja. Super, bedankt. En een prettig weekend. Ja, kan je trouwens ook die leverworst in de frituur gooien? Ja. Oké. Okay. Moet je wel een lange pan hebben. Dat is wel groot, hè? Rob is op de radio, het is echt een te gekke show. Of je moet de frituur, warm frituur voor in een kano gooien. Met die je verder dat is pas een goede. Wat? Dan kun je kei lange worst kun je dan frituren. Rob is op de radio, je hoort het als een leuke stem. Kun je die kano daarna wel echt weggooien, daar heb je echt niks meer aan. Dit is toch echt. Heb jij Axe chocola, Mark? Nee. Nee, die andere. Zo'n geur, déjà vu. Ik heb zo weinig gespoten. Ja, en wat voor deo heb je? Het is Energy. Echt waar? Energy. Ja. Oh, hebben ze de naam veranderd? Energy. Of ik heb het verkeerd onthouden. Want dit is zo'n. Ken je dat geur, déjà vu? Dat je in één keer terug gaat naar een tijd? Enorm. Ze hele film meegemaakt laat. Echt waar? Ja. Hoe heet het dan? Ratatouille. God. Nee, maar echt, jij doet net even een beetje deo-update. En ik ging helemaal terug naar 2006. Ja. In de gym. Naar de gymzaal. Nou, 2006 had ik geen gym meer, hoor. Dat weet ik niet. Ik dacht bij de coole look. Hoog. Goeie okseltjes. Ik snap het. Zometeen de dansbar met Luc. Eerst het sfeerverhogend referendum. Wat verhoogt volgens jou de sfeer? Is dat A? I came in like a wrecking ball. Miley Cyrus. Of B, Matthias Reims. Lekker. Laat maar weten via de app van 3FM. Het sfeerverhogend referendum is los. Wordt het Miley Cyrus of Matthias Reims? Kom maar door en via de app van 3FM. Laat je horen. Floor Zijn Machine en You Got The Love. Cinnamon en Mr. Mark. Ja. Voor het sfeerverhogend referendum is het geworden Verdammt ich lieb dich van Matthias Reim of Wrecking Ball van Miley Cyrus. Waar heeft de 3FM luisteraar voor gekozen? Lekkere Duitse muziek, Matthias Reim. Bis nächste Woche. Tschüss. Wiedersehen. Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Ich hab das früher auch gern gemacht. Ich brauch es dafür nicht.